Gordes langverwachte muzikale comeback werd onlangs overschaduwd door kritiek van de sterren van Show News, die genadeloos een stuk uitzonden waarin hij naar verluid vals zingt. Zowel RTL Boulevard als Show deelden de beelden van het optreden, waarbij de zenuwen van de geplaagde entertainer duidelijk hoorbaar waren. In het commentaar van Aram Beet van RTL Boulevard wordt opgemerkt dat Gordes erg nerveus lijkt te zijn, mede veroorzaakt door het feit dat hij 30 kilo is afgevallen en zijn onzekere toekomst in de televisiewereld. Bridget Maasland merkte op dat de nervositeit in zijn stem te horen is, en Lucky Kink wijst erop dat ze Gordon niet al te hard aanpakken en zelfs enige mildheid tonen. Bij shownieuws waren de reacties echter iets minder mild. Ze zonden een lang fragment uit waarin Gordon naar verluid niet zuiver zong. Showkenner Bart Ettekoven merkte op dat veel mensen beweerden dat Gordon zenuwachtig was, wat mogelijk de oorzaak was van zijn heesheid. De zanger Chai, die aan tafel zat, Gaf aan dat hij zich zorgen maakt na het horen van de audio, omdat Gordon anders bekend staat als een van de beste zangers van Nederland. Chai wees echter op de mogelijkheid dat de zenuwen een rol speelden, gezien het feit dat Gordon acht jaar lang niet heeft opgetreden. Een opvallend verschil in reactie kwam van Bart, die niet per se fan is van Gordes nieuwe album, dat voornamelijk uit koffers bestaat. Hij gaf aan vaak de voorkeur te geven aan het origineel. Terwijl Evert Santegoets recentelijk positief was over Gorde, was Chai kritischer en merkte op dat dit niet de allerbeste Gorde is die hij heeft gehoord. De discussie rond Gordes comeback en de kwaliteit van zijn optreden lijkt verdeeld tussen begrip voor mogelijke zenuwen en kritiek op de muzikale prestaties.